Belangrijk punt. 40%, ik vind het nogal veel. Ik vind het gewoon veel. 40% van de gemeentes die dus eerder de noodzaak vonden om die 500 euro extra uit te keren. Maar goed, ik ben blij met die cijfers, dat we dat nu inzichtelijk hebben. Maar het gaat mij om die persoon die dus vorig jaar net buiten de boot viel, niet in aanmerking kwam voor de energietoeslag in de gemeente die ervoor gekozen heeft om die 500 euro extra uit te keren. Die komt vandaag wel in die situatie, omdat bijvoorbeeld afgelopen jaar is alles duurder geworden, noem maar op, is in de positie gekomen dat hij nu vandaag wel recht heeft op die energietoeslag. En zegt de minister dan, die persoon die heeft eigenlijk maar recht op 800 euro, maar de gemeente heeft vrijheid om dat op te plussen met die 500 euro uit eigen middelen? Of zegt de minister, nee, ik maak middelen vrij om ervoor te zorgen dat die persoon, dat die nieuw is, niets te maken heeft met vorig jaar, gewoon recht heeft op 1300 euro? Nee, dat is aan de gemeente uiteindelijk om dat ook te beslissen. Dus het is niet zo dat ik zeg van daar heeft iemand geen recht meer op. Nee, want hier zit gewoon de vrijheid ook voor de gemeente om te zeggen, kijk, de meeste mensen zijn die nu bediend zijn, noem ik maar even, die waren in 2022 bekend. Dat is ook het gros van de mensen die wij daar ook bereiken. Op het moment dat mensen nieuw zijn, dan kunnen gemeenten daar zelf ook voor kiezen om ook bijvoorbeeld voor die 1300 euro te gaan. Het is niet zo dat ik hen voorschrijf om voor die 800 euro te gaan. Dat is echt aan de gemeente zelf. Voorzitter, dat is niet aan de gemeente zelf als er geen middelen vrij worden gespeeld. Dus ik heb geen zin in dit soort politieke woordspelletjes. Het gaat om het volgende. Vorig jaar redde je het net niet om in aanmerking te komen voor de energietoeslag. De gemeente zei nee, kunnen we je niet helpen. Nu is het afgelopen jaar je situatie zo verergerd dat je wel tot de groep behoort die recht heeft op de energietoeslag. Maar omdat de gemeente ervoor gekozen heeft in 2022 alvast een deel van het geld te gebruiken uit 2023 om hun mensen te helpen, omdat die in grote problemen zaten, kan die persoon die dus vandaag nieuw in die regeling stapt niet rekenen op 1300 euro. Want de minister stelt daar geen extra budget voor vrij. Natuurlijk is de gemeente vrij om uit eigen middelen weet ik hoeveel geld vrij te maken, maar daar ligt mijn punt niet. Mijn punt zit erin dat voor iemand die nieuw is, ziet dat zijn buurman vorig jaar 1300 euro kreeg plus 500 euro, 1800 euro. Dat diezelfde persoon in dezelfde situatie 1800 euro kreeg vorig jaar. En vandaag 800 euro erbij. En de persoon die nieuw is 800 euro krijgt. Dat is een verschil van 500 euro. Dat is een gigantisch verschil. En ik vraag me af hoe de minister hier kan beargumenteren hoe iemand die nieuw is, die daar niets mee te maken heeft, niks aan kan doen, waarbij de situatie schrijnend is, behoefte heeft aan die 1300 euro, dat de minister niet zegt, we gaan budget vrijmaken om ervoor te zorgen dat die 1300 euro kan krijgen. Voorzitter, het budget wat wij hebben gereserveerd is voor ongeveer pak een beet iets meer, zelfs nog voor meer mensen dan vorig jaar. Want we zitten iets boven de miljoen. Dat komt ook omdat het wettelijk minimumloon omhoog is gegaan en dat je dan ook daarmee mogelijk ook nog meer mensen in de groep hebt zitten. Wij hebben dus ruimer budget eigenlijk al gegeven. We hebben bepaalde groepen uit de regeling gehaald, de studenten noem ik het maar eventjes. Ik ga niet op de euro nauwkeurig van de gemeente vragen om te verantwoorden op hoeveel zij hebben uitgegeven. Dat is de afweging die ik net heb gemaakt. Ga je een specifieke uitkering geven met exacte nakalculatie of geef je een budget wat daar grotendeels toereikend voor is. Met ook nog de vangnetconstructie die ik net voor mevrouw Palland heb uitgelegd. De groepen die nu juist ook met het oog op de koopkrachtmaatregelen die we allemaal ook al hebben genomen, verwachten wij ook dat dat ook effect heeft op de instroom van mensen. Maar daar hebben we allemaal niet mee gerekend. Dat betekent dat we eigenlijk grosso modo het budget hetzelfde hebben gehouden als vorig jaar. Terwijl heel veel uitvoeringskosten lager uit kunnen vallen. Dat gaan we niet terugvorderen. Dat we groepen eruit gehaald hebben die eerst ook veel geld kosten. Dan hou je dus een bedrag over wat ook ingezet kan worden voor mensen die bijvoorbeeld nog niet in beeld zijn. Dus het is niet zo dat gelijk, en het is niet een instroom van miljoenen mensen, weet je, daar gaat het helemaal niet om. Dat zal dan gewoon echt voor iemand zijn die in dat jaar in die situatie is terechtgekomen. Maar de grootste deel van de mensen zijn in beeld, die hebben we al, omdat we die in 2022 ook zagen. Op het moment dat er natuurlijk duizenden mensen zullen gaan zijn, dan krijg je een ander vraagstuk. Maar het is niet zo dat wij
nu verwachten dat die instroom zo heel veel groter wordt van al die andere groepen, omdat ze anders al lang in beeld waren geweest. Of als ze nog extra erbij komen, dat het dan ook aantallen zijn die ook binnen de regeling op te vangen zijn. Voorzitter, ik rond af. De minister die informeert de Kamer door te zeggen, luister eens, als de gemeente in 2022 ervoor gekozen heeft om noodgedwongen al een stuk van het budget in 2023 te gebruiken en zij wil nu, dit jaar, toch voldoen aan €1.300, moeten ze dat financieren uit de eigen middelen. Nee. Jawel, dat is wel waar. Dat staat namelijk in uw eigen stukken. Ik word er knettergek van dat ik hier elke keer dingen moet citeren uit de eigen stukken. Dat wordt gezegd, nee. Heeft de minister nu extra budget vrijgemaakt voor de nieuwe groep in 2023, die vorig jaar net buiten de boot viel, in een gemeente woont, die €500 extra heeft kunnen uitkeren? Ja of nee? Als het antwoord daarop nee is, dan betekent dat dus dat de gemeente waar €500 extra is uitgekeerd, uit eigen middelen dat moet financieren. En u kunt wel zeggen, we hebben extra budget gegeven. U heeft geen extra budget gereserveerd voor de nieuwe groepen die in 2023 wel gerecht hadden op die energietoeslag en dat niet hadden in 2022 en nu dus gewoon wellicht buiten de boot vallen als het gaat om die €1.300. En ik snap dat niet. En ik wil dat de minister hier gewoon eerlijk is in deze Kamer. Ik probeer dat ook gewoon te zijn. Ik hou me gewoon rekening met de eigen memorie van toelichting en de eigen informatie die de minister naar de Kamer stuurt. En als de minister zegt dat is niet waar, waar zijn dan de Nero's, het geld die ervoor zorgt dat de gemeente in die €500 heeft uitgekeerd er zeker van kan zijn dat die €1.300 uit kan keren op basis van het geld wat die van het Rijk heeft gehad en niet uit de eigen middelen moet financieren? Voorzitter, ik probeer het nog een keer uit te leggen aan de heer De Jong. Ik heb veel geduld met hem vandaag. We hebben de groep die vorig jaar in beeld is gebracht, die hebben we ook gerekend voor dit jaar. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar weer uitvallen. Dat is geen statische groep. Er komen mensen in, dan gaan mensen uit. Wij hebben gekeken naar de cijfers rondom hoeveel mensen zitten er ongeveer op 120% wettelijk sociaal minimum. Daar neem je dan ook nog wat ruimte in. En dan kom je op aantallen uit waarbij het misschien niet precies degene is die in 2022 ook recht had, in 2023 niet meer, maar iemand anders uit die 2022 niet recht had, in 2023 wel, die komt daarbij. Dan kom je op zo'n groep uit. Dat is niet één statische groep waar je het steeds over hebt. Op het moment, wij hebben met de ramingen ook gekeken hoeveel mensen zitten er ongeveer op dat percentage. Ik kan dat niet op het individu exact terugrekenen. Daar ben ik helemaal met de heer De Jong eens. Want als ik dat zou moeten doen, dan moet ik een specifieke uitkering van de gemeente gaan vragen. En dan zitten ze de hele dag te administreren in plaats van de mensen geld te geven. En dat wil ik niet. Dus daarom doe je dat op basis van dit soort ramingen. Maar die ramingen geven ook ruimte om te kijken wat is er nu nodig. Blijf daarnaast staan op het moment dat mensen echt ook bijvoorbeeld niet in deze regeling kunnen of echt noden hebben, dat de individuele bijzondere bijstand voor deze mensen ook altijd open blijft staan. Laatste keer, puntig, afrondend. Ja, voorzitter, kijk, de minister heeft geen budget vrijgemaakt. Het is natte vingerwerk. U zegt, als het in het ene jaar de ene niet recht heeft gehad, kan in het andere jaar, het kan met elkaar vergeleken worden. Als iemand vorig jaar wel recht had, hoeft dat niet te betekenen dat hij dit jaar het ook krijgt. Het gaat erom dat de gemeentes de zekerheid moeten krijgen dat als de gemeente te maken heeft met een populatie net zoveel als vorig jaar, dus dat er maximaal gebruik wordt gemaakt, maar er komen mensen bij, dat het daar dus budget voor is. En dan heb ik het over die €1.300. Ik heb het niet over 130 of 140%. Ik heb het over het feit dat de gemeente vorig jaar aan die personen €500 extra heeft gegeven. Ja. En dat voor de nieuwe persoon dat nu niet geldt. Ja, ja. Daar heeft de minister geen extra budget voor vrijgespeeld. Kan ze dat toegeven dat daar geen extra budget voor is vrijgespeeld? Voor dit hele specifieke geval is daar geen extra budget voor vrijgesteld. Precies. Maar dat wil dus niet probleem zeggen dat hij. Nou, dat heet ramen, meneer De Jong. Ja, maar dat niet uitleggen. Gaat, de minister. Nee, maar de heer De Jong doet net alsof wij allemaal op de persoon nauwkeurig kunnen vaststellen wie er wel of niet voor in aanmerking komen. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen wel berekenen hoeveel mensen ongeveer voor deze regeling in aanmerking zouden komen. Daarnaast kijken we dus ook nog naar een soort vangnetmaatregel voor de gemeente, waar je ziet dat er toch hogere groepen zijn die daar binnen gaan komen. Maar binnen dat budget, en nogmaals, dat gaat echt niet over zulke enorme hoeveelheden mensen, ook omdat we zien dat de groep die het betreft, dat we daar ten opzichte van 20
23 of 20, ten opzichte van 2022 zijn er aantallen mensen die ook in die categorie vallen ook afgenomen. Daar hebben we met het budget, daar zijn we daar niet op gaan afknijpen of iets dergelijks. Dus daar zit soms wat lucht in het budget. Daar waar het niet zit, hebben we dus ook een vangnetregeling om gemeenten daar ook in tegemoet te komen. Mevrouw Beckerman. Voorzitter, mag ik heel even opmerken dat ik het een gekke opmerking vond om te zeggen ik heb veel geduld gehad met de heer De Jong. Want volgens mij is dit namelijk een prima punt om in een wetgevingsdebat nog een keer te maken. En het begint volgens mij met de principiële vraag of dat als je recht op hebt, dat het toch niet uit moet maken in welke postcode je toevallig woont. Daar begint de vraag toch mee. Voorzitter, de opmerking was rondom het punt dat ik het al 3 keer had verteld aan de heer De Jong. En ik had dat graag nog de 4e keer ook vertel, als dat nodig is om het antwoord helder te krijgen. Dit is juist goed bedoeld richting de heer De Jong. Maar ik snap dat hij... Ik wil graag een persoonlijk feit maken. Ja, okay. Ik weet niet, kan de minister, zouden ze er in de positie willen zitten, want ik doe dat wel, om mij als Kamerlid gewoon serieus te nemen? Zeker. Ik hoef geen applaus te geven aan de minister dat zij geduld met mij heeft. Ik stel hele normale vragen van mensen die thuis zitten en niet zeker zijn of ze 1300 euro energietoeslag krijgen. En dan zeggen van ik heb het al 3 keer uitgelegd, terwijl bij de 4e keer de minister pas toegaf dat er helemaal geen extra budget was vrijgespeeld voor deze specifieke groep. Mij dan zo weggezet als zijnde, ik heb genoeg geduld gehad voor meneer De Jong. Nee, zo gaan we niet met elkaar om, beste minister. Prima punt gemaakt, de minister. Niet meer tenslotte. Voorzitter, als de heer De Jong zich voelt... Sorry, ik heb net gehoord dat iemand is overleden. Ik doe het heel erg. Dus even excuus. Oh, sorry. Ik schors even de vergadering. Excuus, dit had ik niet moeten doen, voorzitter. En ook mijn excuses naar de heer De Jong. Ik had dat niet moeten zeggen tegen hem. Dan de vraag van mevrouw Beckerman over of het uitmaakt in welke gemeente je woont. Ik kan niet garanderen dat degene die bij de andere mensen 800 euro krijgen, dat de nieuwe persoon 1300 euro krijgt. Want het is echt aan de gemeente om te bepalen waar zij uitkeren. Het is wel zo dat er ruimte er is voor de gemeente om dat te doen. En dat dus ook het budget wat we hebben opgegeven, dat naar onze inschatting, maar nogmaals, het is altijd een raming, het is de beste inschatting die je kunt maken, dat die ruimte er wel kan zijn in het budget. Op het moment dat, dat gemeenten daar nog door in de problemen gaan komen, hebben we ook een vangnetregeling gemaakt, waardoor gemeenten ook nog in de herverdeling van middelen daar ook nog tegemoet kunnen gaan komen. En ik hoop dat ik daarmee de vraag van mevrouw Beckerman heb beantwoord. Ik wil de minister sterkte wensen. En dank u wel. Nee, maar dat wil ik niet. Voorzitter, ik snap de emotie zo goed. Maar ik denk dat het voor ons meer zit op dat principiële punt van die 1300 euro. Omdat als je zo'n val maakt en je gaat naar dat bedrag, dan is dat natuurlijk wel een hard gelach. Dat je daardoor je rechten ook nog verliest. En daar zit het op. En die vangnet, dat lijkt me heel goed dat dat er is. En ik snap ook dat met deze vorm die gekozen is, dat er geraamd moet worden, voorzitter. Maar ik denk dat het voor ons wel heel vast zit op dat principiële punt. En dat we juist ook willen dat die groep die al een val in inkomen maakt, wel ook recht houdt op die 1300 euro. Maar daar zullen we dan even op gaan nadenken. Dat snap ik, voorzitter. Maar nogmaals, ik kan niet garanderen dat het zo is. Dat is ook de eerlijkheid, want de 800 euro als gemeente hebben gezegd, we hebben al 500 euro eigenlijk het jaar daarvoor uitgekeerd. Die is niet meer beschikbaar. Maar het is niet zo dat er voor mij, vanuit mij uit een blokkade ligt om dat te kunnen doen. Dus daar kunnen gemeenten ook in hun eigen gemeentelijke verordening ook echt rekening mee houden. En nogmaals, naar mijn weten hebben wij in dat budget daar ook, daar zit lucht, maar dat kan ik niet per individuele gemeente exact vaststellen. Want het kan zijn dat je net in jouw gemeente een groep hebt die opeens in beeld is die je eerder niet had. De heer De Jong. Ik wil even terugkomen op zojuist. Ja. Ik wil u in alle oprechtheid veel sterkte wensen en ook mijn grote waardering uitspreken dat u het debat voorzet zoals u dat op dit moment doet. Dank u.